Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga nu weg naar huis. Ik heb het nog niet opgemaakt. Nee, het regent heel hard. En ik ga naar kantoor weer een dagje. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ja, alleen het regent. En ik ben op kantoor. Ik heb nieuwe bureaustoel. We hebben allemaal nieuwe bureaustoel. Allemaal witte leren. En ik ben de hele dag e-mails aan het doen. Ik heb straks twee meetings. Dus ik moet me nog wel eventjes opmaken. Dit is hoe mijn bureau eruit ziet. Rekeningen, to-do-lists, planningen. Baby Olivia, Sander. En heel veel make-up. Had jullie deze al gezien trouwens? Die heb ik nieuw. En hier mijn make-upjes. Even serieus. Al deze kleding. Dit moeten we allemaal nog online zetten op de Instagram. Maar is best wel veel nog. Hele rekjes vol. Dit is een leuk bomberjackie trouwens. En dit is ook een leuk jurkje. Ik kreeg net een pakketje van de Body Shop. Deze twee parfums. Ik heb nog nooit parfum gebruikt van de Body Shop. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik heb mezelf opgemaakt. En ik bedacht me net. Ik weet niet of ik nou dat nieuwe palet van make-up heb laten zien. Dat heb ik nu deels op mijn ogen. Maar hier zie ik. Dit is het. Hoe mooi zijn deze kleuren. Deze gebruik ik het meest. Want die vind ik mooi met groene ogen. Beetje roodachtig. Maar ook mooi voor blauwe ogen. Dit is echt zo'n palet wat voor blauw, bruin, groen. Voor iedereen's kleur ogen gewoon super mooi is. Ik ben hier echt zo blij mee. Hij heet Eyeshadow 15 Warm Neutral. Oh, en dit zijn de kleuren. Ik zal even inzoomen mochten jullie het willen weten. Misschien kennen jullie sommige kleuren wel. Maar volgens mij zijn sommige kleuren dus ook niet los te koop. Maar zitten die alleen in dit palet. Dit is ook voor reizen. Ik denk dat ik alleen nog maar dit mee ga nemen. Want er zit een kleur in waar ik mijn ogen of mijn wenkbrauwen mee kan doen. Deze voor poeder. En ik kan hier eigenlijk alles mee doen. Smoky eye, natural make-up, alles. Dus dit is wel echt een nieuwe favorite. En deze dingetjes. Ik weet niet of die al uit zijn van L'Oreal. Lip paint. Een hele matte paint van L'Oreal. Super mooi ook. Ik ben klaar met werken. Kantoor. En ik ga nu naar huis. En ik heb net een Instagram live gedaan. Het was wel heel leuk en spannend. En ik kreeg alleen zoveel vragen. Ik vond het best wel moeilijk om alles te beantwoorden. En dan erdoor, nou moeilijk. Moeilijk stom wordt. Maar ik vond het wel lastig. Nu ga ik de lipstick en niet zomaar vol zitten met mensen. Dus ik ga stoppen met vloggen. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend. Nee. Woensdagochtend alweer. Oh my god, deze week gaat weer te snel. Wij zijn wakker vanaf 6:15. Ik ben op kantoor, maar ik ga weer weg van kantoor. Ik ga namelijk even boodschappen doen. Als lunchpauze naar Sander. En wij even iets lekkers maken, want Sander is nog steeds ziek. En ik heb geen make-up op. Hier niet uit. Maar kan mijn huid lekker even bijkomen. Ja, dat ga ik nu doen. Ik heb geluncht thuis. En ik heb een rode neus van de kou. En ik ga weer terug naar kantoor. Het is al 3:00. En om 5:00 haal ik Olivia van de crash. En dan kan ik vanavond nog even met haar spelen. Want morgen ben ik echt de hele dag niet thuis. Ik moet de hele dag shooten en afspraken en dingetjes doen. Dus nu nog even snel 2:00 doorwerken. Hopelijk krijg ik enigszins iets af. Want er is heel veel te doen. En ik heb een beetje een rotdag op werk. Maar goed, shit happens. Weer wat pakketjes binnen. En ik was gezellig in Parijs met Lilian. Zij heeft een PR-bureau. En zij vertelde mij over dit product. Het is een soort van, het is collageen afkomstig van de huid van de vis. Identiek aan de collageen die we aan ons lichaam hebben. En daardoor heel goed verteerbaar. Dat is dit product. Dat kan je gewoon als water drinken. En het gaat huidveroudering tegen. Dus super lief dat ze dat opgestuurd hebben. Dat ga ik eens even proberen. Want daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En ik ga Olivia halen. Ik schaam me altijd een beetje als ik bij ons in het pand kantoor vlog. Want mensen kijken me echt aan. Waarom loopt zij met een camera? We gaan Olivia halen. Het is best wel laat, normaal hou ik om 5:00, maar het is bijna 6:00. Goedemorgen. Het is donderdag. Nou, ik heb net gedoucht en mijn haar is nog nat, zoals jullie zien. Ik was net begonnen met me opmaken. Ik heb een pyjama nog aan en ik bedacht me dat ik weer vergeten was te vloggen gisteravond. Maar ik doe ook niet echt iets avonds. Ik heb gisteren gekookt. Pita broodjes met falafel. Toen heb ik eigenlijk naar bed gegaan. Ik was heel moe. En Olivia werd wakker om, hoe lang was jij wakker? 7:00, hè? Ja, 7:00. Dus dat is wel fijn. En zo meteen heb ik een lange dag. Moet heel veel shooten. En jij bent heel moe, hè? Je gaat zo je ochtenddutje doen. Olivia die doet meestal om tussen 9 en 10 al haar ochtendslaapje. Best wel vroeg. Dus dat gaat ze zo doen. En ik ga even wat eten. En dan shooten. En ik ga naar de kapper. Oh ja, ik ga naar de kapper vandaag. Dat is wel leuk. Ik ga mijn haar nog lichter maken. En ik ga graag nieuwe extensions. En jullie stellen me altijd zoveel vragen over mijn extensions. Maar ik ga even gewoon alles proberen te filmen vanmiddag. Dat is wel leuk, want ik ben er echt heel tevreden over. What else? Vanavond komt mijn broer eten. Die woont in New York. Maar die is in Nederland voor visa dingen. Of tenminste eten. Misschien gaan we wel uit eten. I don't know. Pipi komt zo deze kant op. Heb jullie zelf vandaag haar beugel krijgen trouwens? Slotjes. Maar de orthodontist was ziek. Dat is best wel grappig. Ja,
that's it for today. Ja, dus ik ga even koffie maken en nog even boterhammetje eten. En dan maar feunen en me aankleden. Dus ik zie jullie zo. Oh, ik heb het heel warm. Heel lang bij de open haard gezeten. En ik ben ook al naar mijn meeting geweest trouwens. Maar daar had ik niet gevlogd. En ja, we zijn aan het shooten. Nu ga ik nog meer shooten. En dan naar de kapper. Oké, guys. Ja. Ik ben eindelijk bij de kapper. Oh, vandaag was echt... Ik moest zoveel doen. Dus ik ben echt super blij dat ik nu even kan zitten. En mijn e-mails kan doen. Wat ik nog niet wilde vertellen trouwens, is dat er maandag, dus morgen, als je op zondag kijkt, een hele zieke giveaway komt. Mijn Instagram. En het heeft met cheese en te maken. Dus moet jullie morgenavond, maandagavond ga ik het in posten. Dus in de gaten houden. Mijn Instagram is gewoon @vfjetlex. Nou goed, ik ben dus hier. Melissa gaat mijn haar doen weer. Super fijn. Ik ga het verven. Ik wil het weer lichter. Zoals altijd. En ik heb nieuwe extensions. Kijk, mijn extensions gaan eruit. Zo zien ze eruit. En die gaan nu weg. Doei doei. We zijn mijn extensions aan het zetten en ik dacht het is wel leuk om even te laten zien hoe het er zeg maar precies in gaat. Want heel veel van jullie vroegen wat voor extensions ik heb. Hoe heet het deze ook alweer? Rapunzel. Dat is echt heel chill haar, want ik heb het nu net na 3 maanden volgens mij er in totaal ingehad en het was nog steeds echt top. En het zijn dus geen individuele extensions, die heb ik gehad. Maar er was echt mijn hele haar helemaal kapot van, dus dat kan ik echt iedereen afraden. En toen kwam ik eigenlijk hier en toen stelde zij voor om die banen te nemen. Ik dacht, oh nee, maar zoals jullie weten heb ik altijd zo'n half knutje op mijn haar vast. Dan zie je dat de hele tijd. Maar er zitten juist meerder dan die individuele, omdat het maar op 2 plekken vast zit eigenlijk. Dan moet je eigenlijk alleen die 2 plekken bedekken. Maar we gaan nu een nieuwe mat erin zetten, dus ik ga even het laten zien. Ik ben weer thuis en Melissa heeft mijn haar weer super goed gedaan. Het is alleen nu heel raar licht, dus ik ga morgen eventjes een daglicht bij haar laten zien. En mijn broer is hier en Sander. Ah, en er ligt Melissa in bed. En dat was het. Goedemorgen, ik kom op kantoor aan en ik ben gewoon er als eerste. Ik ben als eerste, ik heb olie op de crash gebracht. Lekker geen make-up op. Dus nou, ik ga lekker de dag beginnen. Ik heb trouwens hele mooie nieuwe sieraden. En die wil ik nog eventjes aan jullie laten zien. Deze oorbelletjes, altijd leuk. Gewoon stelletjes. Ik heb in 1 oor heb ik 3 gaatjes. Dus dat is ook wel leuk om zo, misschien deze in het midden, om zo alle 3 in mijn oor te doen. Ze zijn heel klein. En dit zijn de kettingen. Deze is wat langer. Die steentjes, dus die ga ik een beetje als een layering stuk gebruiken. En deze, die is heel cute. Zilver met een stelletje. Dus ik ga ze denk ik wel bij elkaar dragen. Ik vind het wel heel cute. Dus that is very nice. En ik moet de vlog weer gaan afsluiten. Want het is vrijdag en ik heb best wel veel gevlogd deze week. En de vlog komt bijna online. Dus tijd om afsluiten. Dus morgen komt er een giveaway op mijn Instagram. Dat wilde ik nog even zeggen. Dat is superleuk. En ik heb wel een aantal leuke ideeën. Volgens mij had ik dat in deze vlog ook gezegd. Mijn idee voor de giveaway. Of had ik dat op mijn Instagram live gezet. Weet ik niet meer. Anyways, heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hier. Ergens. En ik zie jullie woensdag.